beste mensen van Lamar TV, vandaag zijn we hier met veel te laat het opnemen van deze aflevering. Het is nu 18:59, zo van een uur moet je online flikker. Hè? Ja, ik weet het. Maar welkom bij City Skylines, zoals jullie kunnen zien. Oh, jezus, ik ben gewoon ondergereden. Door een vrachtwagen, oké. We hebben Ik ben ook iets aan het spelen, dat is Shogun 2 Rise of the Samurai. Ik ben niet aan het opnemen, maar als jullie gewoon random gelul horen, dan weten jullie waardoor het komt. Dan mute je jezelf toch? Ach, stel geen domme vragen. Waarom is dit nou in één keer niks? Kom op, mes. Nani Deska. Oh, dat is een school. Oké, nou, zoals ik vorige keer zei, heb ik de spel even laten doorlopen, zodat ik wat meer geld heb om dingen te kopen. De winst is ook gigantisch omhoog gegaan. Nee, ik ben niet pauper, ik heb 1,3 miljoen. Zo. En industrie is gewoon pleiten, dat is... Oh, wacht even. Ik heb 1,9 miljoen soldaten, terwijl mijn land maar 500.000 inwoners heeft. Ja, dat is pas indrukwekkend. Dacht je van hoerssoldaten? Ja, gewoon allemaal Chinezen ingehuurd. Sowieso. Want Japan is leeggeplukt. Zo, ik wil graag gaan proberen om... Even zien waar een mooie plek... Zometeen hier op dit stuk. Je het kunnen zien, zeg maar. Leeuwarden te gaan bouwen. En dan op... Oh jezus, vuurpijlen. Dit stuk hier. Dan Steens, dus dan hebben we een mooi meer ertussenin, super realistisch. Kun je niet gewoon de kerk van Steens of de Oldenhoven gewoon ook in zo'n edit te maken? Ja, maar dat moet ik dan nog even doen, want dat is niet makkelijk om te doen. Nou oké, dan doen we dat later wel gewoon, dat maakt niet uit. Het duurt toch wel even voordat ik die steden allemaal gebouwd heb, we moeten die areas eerst nog unlocken en zo. Dus ja. Nou, Steens, stad. Ja, dorp, gehucht. Wauw, oké, nee, nu ben je gewoon een klootzak. Waarom? Oh ja, je bent een high school. Ja, dat is. Wat zegt hij nou allemaal weer? Oh, stop met alles wat jullie doen. Oh god, dat was echt. Ja, wat moeten we? We hebben niet echt demand voor die honies. Op het moment. Ja. We moeten eigenlijk even zorgen dat we bij de 20.000 mensen komen. What the fuck? Het valt me nu pas op. Er is iets mis in de files waardoor pijlen bogen het geluid van musketten hebben. Wauw. Dus elke keer wanneer het wordt afgeschoten hoor je... Of gewoon zoals met Skyrim Project Pew. Gewoon elke keer met pijlen boven schieten. Pew, 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 pew. Nou, van Morgan Freeman, hè? Nou, ik kan ook. Stel je voor dat je gewoon elke keer met pijlen boven schiet, dan hoor je Morgan Freeman zo in je hoofd. Pew. Fucking creepy. Oké, vuur op die flikkers die daar staan. Je kunt bijna niet missen, zo groot is hun hoofd. Oh ja, fire at will natuurlijk. Oké, als jullie het willen schiet. Er niet blijft dan maar lekker staan, maar dan betaal ik jullie niet. Als gij te laf zijt. Movement speed even iets sneller. Hey, moeder ook gisteravond. Oeh, die was eigenlijk nog best wel goed. Damn. Zal ik dat even navragen morgenavond?
Oh, dan kijkt de gebruiker naar mijn openbare uitzending. Wow. Oh, nou daar voel ik me toch geëerd. Ik doe nog sneller de movement speed. Fuck it, ik heb geen geduld. Njom. Ja, schiet. Ja. Maar wat? Oh ja, hier. Volgens mij kan ik ze verslaan met pijl- en boogsoldaten alleen. Hallo? Hallo mensen? Hallo? Zien jullie mij? Ik zit vast in... Wow, not... Nee, dan zit ik in een... Fuck it. Kom op, demand for residential. Kom op. Nou, kom op. Sla die vieze boogschutters. Oh nee, sla die vieze speermensen. Kijk, zes mooi. Oh, iedereen vlucht. Oké, okay, victory. End battle. Mooi zo. Ga ik even Snake spelen? Tot het klaar is met laden. Alhoewel ik het idee heb dat het heel snel is. Echt tussen nu en 30 seconden. Het verbaast me... Just Cause heet een gigantische spelwereld. Maar het verbaast me altijd weer hoe snel het laat. Ja. Het is gewoon echt verdomd goed geoptimaliseerd volgens mij. Ja, er zit ook wat achtergrond dingetjes, zeg maar, wat er... Wat het lijkt dat het beter geoptimaliseerd is dan het eigenlijk is. Maar... Oh. Dus de draw distance waarop je auto's kan zien is niet super ver, zeg maar, zoals in GTA 5 of zo. Ja, maar ik moet sowieso niet met GTA gaan vergelijken. Nou, dat is denk ik wel het spel waar het meest op lijkt. Maar... Boah. Nou is het, ja, GTA 5 is wel nieuwer natuurlijk, maar... Oh, Just Cause 2 kwam uit in 2007 volgens mij of zo. Oh, those are two really big armies. Oh, Isokani heeft de oorlog aan mij. Wow. Dit wordt echt most exciting episode ever. Is Honokami, wie zijn jullie? Nou, Huizen. Herreis. Huizen West, hè? Nee, West, hè? Nee, Zuid, hè? Niet mogen zeggen. Ik heb niet heel Huizen West achter me. Ik ben morgen ziek. Ben er klaar mee. Nee, ga er niet mee dealen, nee. Well, I ain't gonna deal with this shit. No more. Fuck you all. Wanna make me go to rehab? Or say no. For fuck's sake, kom op jongens. Wil er nou echt niemand in mijn stad wonen? Dit wordt nu gewoon goud. Ik snap nu waar niemand wil waarom wonen? Niemand wil wonen. Ja, dat wil ik ook net zeggen. Godverdomme, ben jij een racist? Wou ik ook net zeggen, godverdomme, ben jij een racist? Zes man kwijtgeraakt bij 440. Oh, gaat het heen? Ik heb 50 per week. Per dag, weet ik wel wat het is. Weekly. Ja. Nou, Kyoto. Jij bouwt in het fucking midden, dus je hebt geen stroom. Slim idee, big bite. Wauw, ze hebben serieus Kyoto ingenomen. We hebben de metro nou al gemaakt. Army Crushed, ja, 3. Ja. Trein hebben we bus. Bus. Geen bus. Dus. Dat doen we straks ook nog. Nu.
dit laten we wel even lekker doorpullen. We gaan bus maaien. Pudding? Nee, een bus. Geen pudding. Holy shit, all the buildings are upgrading. Hè? Huh? Waarom sluiten al die landen gewoon ineens random oorlog? Waarom sluiten ze random oorlog? Dat is een hele goede vraag. Nou, we hebben eindelijk oorlog gevangen. Sluit hem maar op. Zo, en dan doen we die daar nog even, bla 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 bla. What the fuck gaat de metro langzaam? Ik heb gewoon een zwerfleger. GG. Nee, het is geen leger bestaand uit zwervers. Zoals je zou verwachten. Battle! Alsjeblieft win, alsjeblieft win. Oh god, waarom... Volgens mij gaan we dit winnen. Valiant defeat? Ja, maar hij heeft toch de meeste slachtoffers? Ja, maar jouw leger rende weg, want zijn zwerven is... Ja, godverdomme. Unfair plane. Not an airplane, it's an unfair plane. Echt de werelds ingewikkelde busroute ooit voor die buschauffeurs. Ik heb medelijden. Daar nog? Nee, fuck it. Het gaat toch weer over een paar dagen. Toch wel eens weer failliet. Rubbers. Twaalf per dag. Is hier al zo druk met vrachtwagens, pomp ik er ook nog een heleboel bussen doorheen. Slim idee. Dat is een grandioos idee. Wauw, ik was zelfs onder de indruk geweest als dat correct Duits was geweest. Jammer genoeg was dat niet het geval. Nou, dan probeer ik het toch nooit, hè? Ga ik wel gewoon lekker Duits leren janken ofzo. Dat doe ik al 5 dagen per week. Waarom heb ik Duits? Mijn familie is Duits. Godzame, ik hoef geen Duits. Ga weg. Ja, bijna letterlijk dat. Dan kan ik ook nog zeggen, waarom moet ik Nederlands? Mijn familie is Nederlands. Waarom?
Ja, nee, je familie is Frans. Ja, daarom heb ik ook geen Frans genomen. Omdat mijn hele familie Frans praat. Oh, oui, oui, Jean-Paul, oui, non, non, oui, non. Ja, mijn mentor, die spreekt me ook wel eens aan in het Frans. En dan kijk ik hem echt zo aan, zo van... Really, dude? Really? You just what? I'll fuck you up. Come at me, bra. Today, oh. They took sets. Hoeveel bussen zitten er in één garage? Ineens word ik gebeld. Oh ja, Itch. Hallo. Itch. Itch. Oh, hoi Itch. Hallo. Zal ik hem ook nu gewoon bellen? Moet je trouwens instructies voor hoe je Teamspeak installeert? Nou ja, het lijkt me beter om de tijd te besteden aan hoe wij een smoesje kunnen bedenken over waarom we het niet hebben gedaan. Ik heb geen idee. Nou, jongens, waarom hebben jullie niet de opkomst geregeld? Ja, ik heb geen idee. Hè? Huh? Wat zei je? Ik moet doen alsof ik zeer ben? Oh. Ik ben geïnteresseerd. Wat kunnen wij doen om... Fucking droog. Een goede opkomst te creëren. Meeste geld. Probeer dat maar eens te doen om 7:15 s'avonds. Wat zal die doen dan? Ik denk dat bij ons een geluid uit heeft, maar goed. Ja, we kunnen ook gewoon kerstsaus gaan kopen. Bij de Lidl? Ja, net, dat was dus ook iets een voorstel. Ja, ik zit met je pal op die. Nee, Jean-Paul die komt niet. Ik zou wel moeten. Alhoewel ik er gewoon probeer onderuit te komen door gewoon te zeggen ze van ja, ze hebben niks bedacht, dus het gaat niet door. Nee, ze, hè? Ze. Wij hebben niks bedacht. Okay, hoeveel mensen gebruiken de bus? 417. Ja, maar ik wil niet komen. Ik wil niet komen, ik wil niet gaan. Ik ben anti-scouting, ja. Dan kom jij gewoon ook niet. Dan hebben we gewoon alle drie geen problemen. Fuck the rules. Nou nee, want wij zijn de drie mensen die over het algemeen niet komen opdagen. Dus zo vreemd is het niet. Dat park was super legit. Wie, ik? Nee, mijn park wat ik neer heb gezet. Wat is... Oh, dat is Boerzoekvrouw niet. Ja, wij nee, komen niet, we willen Boerzoekvrouw kijken. Nee, dat is echt niet. Als ik goed naar kijk, dat is gewoon een random vrouw die werkt bij een Deens staalbedrijf. Oh, vreselijk. Yes. Oil industrie, oké. Okay.
Dat zie je de laatste tijd ook weer van die slechte advertenties, hè? Van seksboek.nl, geallegeerd weet waarom. En dan zie je een foto van hem. Maar ja, als het op opkomst aankomt, ik zou het niet weten. Google hele slechte scouting spelletjes. Ja, maar ik kan niet goed horen. Zoals ik al zei, je moet even in TeamSpeak horen. Dan is het allemaal komen, dan is het allemaal veel makkelijker. Nee, want hij is anti-Skype. Hashtag anti-Skype, hey, hey. Waarom blijft die... Ik ben zo dom. Waarom hangt hier poepwater? Er zit een rioolpijp 3 meter naast. Oh ja. Nou, nou. Ja, ik ben totaal inspiratieloos, it. Kom op! Als er dingen aankomt die we moeten doen. Meer mensen! Als er dingen zijn die we niet moeten doen, ja, dan heb ik een heel lijstje. Nee, nu gaat het. We moeten niks doen waarbij ik mijn spieren aan moet spannen. Waarbij het bloedgehalte in mijn spieren meer dan 40% wordt. Zo dicht. Bye. Kom op. Oh, nee, ja. Ja, dat is het eigenlijk wel. Nee. Oh, godverdomme. We hebben dat. Nee. Ah. Oh ja, en trouwens. Oh, god. Snake. Maar, wat is dan de precieze datum waarop jullie je doelloze weekje Engeland hebben? Oh, 3. Wauw. Weet je wat? Want als het nou zeg maar de 3 laatste weken zijn of zo, dan kan het dus wel. Map expansion kan de tyfus krijgen. Old Dentak was a mighty man. He washed his face in a frying pan. He combed his hair with a wagon wheel. And he died with a toothpick in his heel. Now get out the way, old Dentak. You're too late to get your supper. Now old Dan Tucker and I got drunk, fell in a fire, kicked up a chunk. The bit of charcoal got inside his shoe. God bless me, honey, how the ashes flew. Now get out the way. Zo, totaal niet gecheat op dat moment even snel hoor. Nee. Nou, Rusland heeft operatie Pobeda. Pobeda. Aangekondigd. Is ondertekend door nog 5 CTSO-landen. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat willen ze dus niet vertellen. Dat willen ze nog niet openbaar maken. Maar Pobeda betekent overwinning. Heeft het niets te maken met Oekraïne? So basically we're fucked. Room spans. Oké. Nou. Fuck. Nou, dan moeten we dus beginnen door hier. Je Paul kan je amper horen. Je wordt gedempt door Skype, hè? Dat weet je wel. Ja, ik praat ook gewoon omdat in de video, je weet wel. Oh ja, er wordt natuurlijk een video opgenomen. Oh, dan is ons gesprek eigenlijk best wel lullig. Wauw. Oh ja. Nee, ik kan hem niet ophangen. Teamspeak. Dan verplaats je me naar een studio.
Waarom doe je dat zelf niet, Jean-Paul? Omdat ik dan moet alt tabben en dan stopt de opname. Wow. Jij kan mijn naam kan je gewoon slepen. Als het goed is. Nu bij ik mezelf in mijn staart. Godverdomme. En oeh, wat doet de pijn. You are defending against a force. Allemaal dood. Zo. Die ook. Ingenomen. Waarom hebben ze allebei hetzelfde snorretje? Wauw. Oké, dood. Jean-Paul, server IP van TeamSpeak. Is dat ook handig als ik dat na de video even doe? Wacht even. Kopie. Oké. Ik zet het wel even in de chat. Ja. Nou. Bij bookmarks. Net. En dan add to bookmarks. En dan het IP. Vergeet het wachtwoord ook niet, hè? Wat? Nee, maar dat is al best wel duidelijk. Ik zeg het toch? Leon, vergeet het wachtwoord niet. Wat staat er dan bij jou bovenaan? In ieder geval met Leon door de achtergrond te blaren probeer ik te gaan afsluiten heel snel. Ik zie jullie volgende keer weer met een nieuwe aflevering van City Skylines. Dit is het begin van Leeuwarden dat we hier gaan bouwen. Wat staat er en bovenaan? Dan zie wat ik zijn jullie de balkjes? Volgende keer Leon begint te praten, dus doei.